Ja, ja, ja. Beste fans die we maar kunnen wensen. Een hele goede morgen. Welkom weer in deze nieuwe vlog. Wij zijn de Bellinga's familievloggers. En vandaag is de dag aangebroken dat wij weer naar Daniël toe gaan. We zijn 2 dagen zonder Daniël geweest omdat hij naar FitCon is. En hij verblijft in een bungalow in Amsterdam. Wij gaan vandaag naartoe met de kinderen. Omdat Daniël en ik vanavond de uitreiking van de Feet Awards hebben. En uitgenodigd zijn voor het Feet Gala. En daar gaan wij naartoe. Helaas mogen we de kinderen niet meenemen naar de Feet Gala. Daarom hebben we daar oppas voor geregeld. Zodat de kinderen lekker kunnen spelen in het huisje met de oppas. En op, 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 op. Daar staat de auto al, ingepakt en wel. En de kinderen zijn bovenaan het aankleden. En ik ga eens even kijken hoe ver ze al zijn. Kinderen, ja. Zijn jullie al aangekleed? Oeh, hier is Lucilla heel goed bezig. En waar is Luan? Oh, Luan, ook een stoer nieuw shirt aan. En de sokken aan. Hartstikke goed, jongens. Ja. Klaar om naar papa te gaan? Ja. Is Lucilla ook klaar om naar papa te gaan? Mama, ja. Nog mijn andere arm. Oh ja, je andere arm nog. Hè? Nou, gaan we zo even lekker ontbijten. En dan op naar papa. Maar voordat we naar papa toe gaan, gaan we eerst even de hondjes wegbrengen. Naar pension, die kunnen helaas niet mee. Hè? Wij zitten in de auto, jongens. Helemaal bepakt en bezakt. Luxie, die ligt hier naast mij. Dan kan ik makkelijk bij als ze huilt om een speentje te doen. Hier achter alle bagage. Daar achter de kinderen. Hallo kinderen. Hallo. En de puppies, hè? Waar zijn de puppies? Hè? Waar zijn de puppies? Oh, hier. Hier. Die zitten bij jullie, hè? Ja. We gaan eerst even de honden wegbrengen naar het pension. En dan door naar Daniël. Dus jullie zien ons zo meteen bij Daniël als het goed is. Tot zo. Oké, jongens, update. Ik ben verkeerd en ik heb een aanrijding gehad. Nou, het is geen aanrijding heel erg, maar ik ben verdwaald in Amsterdam. Met allemaal steegjes met eenrichtingsverkeer. Geen idee waar ik zit. En het was een heel smal steegje waar een auto geparkeerd stond op een hoekje waar ik eigenlijk niet echt goed langs kon. En ik best wel lange auto heb, dus ik schraapte mijn kant langs zijn auto. Uitgestapt, gegevens uitgewisseld. En ik zal jullie heel even laten zien wat de schade is. Daniël gaat dit niet leuk vinden. Dit is de schade, jongens, die ik net heb gereden. Met een auto die daar op de hoek niet goed stond geparkeerd langs die auto. Jij heeft hem nu weer naar achter gezet. Maar goed, en mama, ik wilde Daniël... Ja, ik wilde Daniël bellen. Bleek mijn telefoon vergrendeld te zijn omdat de kinderen ermee hebben gespeeld. En ik wist de pincode niet. Dus... En ik was verdwaald en ik kon niet bellen en ik heb schade aan mijn auto. Maar gelukkig waren het hele lieve mensen. Die zijn hier aan het verhuizen en kon ik hun telefoon gebruiken om Daniël te bellen. Te vertellen wat er allemaal is gebeurd. En Daniël zei, wat doe jij in vredesnaam in Amsterdam? Je moet in Uitdam zijn. Heb ik serieus de verkeerde plaatsnaam ingevuld? Dus het is echt balen, balen, balen. Dus ik sta helemaal verkeerd. Met schade. Gelukkig deed mijn sim het even later wel, want hij had mijn pincode even doorgegeven. Ik was die pincode kwijt. Dus ik kan gelukkig weer bellen. Ik heb wel schade. We doen later dat we oplossen. We hebben elkaar gegevens even uitgewisseld. De kinderen hebben even lekker kunnen plassen hier. En ik heb nu weer het goede adres ingevuld. En nu gaan we weer op weg naar Daniël. Dus weer een half uurtje rijden. Gelukkig was ik iets op tijd. Dus het geeft niet heel erg dat we wat later zijn. Maar goed, het is wel erg weer iets, jongens, wat mij kan overkomen, dit. En ja, de eerste keer dat ik in die auto rijd, ook weer zo ver weg ga met de kinderen. 3 kinderen achterin, Luan en Lucilla, die zaten te piepen op de achterbank, want die hadden het helemaal gehad. Oh, jongens, dit overkomt mij ook altijd, hè.
Maar ja, we gaan optimistisch erin, jongens. Ik heb nu wel het goede adres. En we gaan zo meteen naar Uitdam toe dus. En ik hoop zo meteen bij de volgende update dat ik jullie Daniel kan laten zien. Dus dat we gewoon gezellig en wel er zijn. Maar voor nu gaan we verder met het avontuur. Toedeloe! Nou jongens, we zitten weer op de goede weg. Niet meer in hartje Amsterdam. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik ben blij als ik straks samen met Daniel ben. Want ik heb hem de afgelopen dagen toch wel heel erg gemist. Gewoon het teamwerk wat we altijd doen. Dit is normaal gesproken echt Daniels ding, zeg maar. Dat hij zorgt dat we van A naar B komen. Maar ook gisteren met de kinderen naar school brengen. Alles in mijn uppie, het zwembad. Echt. Ik ben eigenlijk echt helemaal moe en bek af. En ik ben echt blij als ik zo meteen weer samen met Daniel ben. Dat we gewoon weer samen een team zijn of zo. Ik weet niet hoe ik dat moet zeggen, maar... En we gaan vanavond natuurlijk naar de Feed Awards. Daniel en ik samen met z'n tweeën. Dus het is wel weer een leuk samenkomen. Kijk, hier moet het ergens zijn. Zijn we er? We zijn er, kinderen. Hier moet het zijn. Het ziet er wel heel leuk uit. Super schattige huisjes. Nou, daar zijn we, jongens. En daar ben ik weer! We hebben het gered. We zijn er bij papa. En daar zijn mijn droogjes. Ah, papa heeft jou zo gemist. Nog weer ons huisje. Ja. Nou, de droogjes zijn er eindelijk. Dit is dus ons huisje. Vind je het een mooi huisje? Kijk eens hier. Ja, dit is de papa-mama slaapkamer. En wat papa en mama's douche. Hé, hey, kom eens kijken. Hoe vind je het huisje? Staat het warm aan, hè? Ja, 24 graden. Ja, daar zit Jomas. Goedemorgen, Jomas. Goedemorgen. Welkom in de vlog. Wat heb ik het gemist, zeg? Netjes. Vind je het een mooie keuken? Ja, ik vroeg al, hè? Nee, ik heb dit gemist, hoor. Ik heb dit gemist. Kijk. Ja. De vrouw des huizes. Welkom, liefste. Een uurtje later heb ik de auto leeggepakt van mijn druifjes. Dus vaar aan het golven voor de baby. En zit hier mijn buddy Jilmas. Even met baby. Ik zie. Nanny Jilmas. Ja, Nanny Jilmas. Nou, fijn dat jij wel oppast als we straks naar de awards moeten. Ja. En ja, voor jullie. Wij zijn dus twee dagen op congres geweest bij FitCon. Dus het was erg gezellig, jongens. We hebben veel geleerd. Ja, dat goed geluid. Ja, dat is Kelsey. Ja, ik heb net je bedden. En nu gaan we op de kinkjes oppassen. Terwijl wij straks naar de vierde woord gaan. Ga je je kamer even laten zien? Of heb je nog geen kamer? Ja, en de sauna. Ja, ga je het laten zien? Duel is de makelaar. Laat maar zien, Luan. Ik ben wel benieuwd. Oh, wat een grote badkamer. Voor zo'n feestje houden. Hoor je dat? En waar is de sauna, Luan? Laat eens zien. Laat eens zien of we... Laat de sauna maar eens zien. Maar er kan wel een één persoon sauna. Kun je om en om leren. En waar is je slaapkamer, Luan? Geen bakje, alleen een douche. Wow. Wow. Vet. Hoe zeg je hier slapen? Oh, gezellig. Ja, allebei. Ik zie iets pyjama's al klaar liggen. Heel gaaf. Gaan we dit boekje lezen? Ja. Oké. Okay. Zijn we ook al uitgezocht? Veel plezier in jullie huisje, hè? Lekker groot. Ja. Nee. Met het bootje. Ja. 53 vandaag. 53 dagen. Oh ja. Jomas, bedankt voor de twee leuke FitCon dagen. Ja. Veel groetjes aan vrouw en kinderen. Ga ik doen. Lekker groepje. Ik wou dat je nu wel wat... Hebben we nu al gezellig, hè? Met Lucilla, Luxie. En Charissa en Kelsey. Even een energiesmoothie voor je. Oeh, ah, lekker. Heet smakelijk. Je ziet er mooi uit. Kijk, dit is... Nou ja, het is nog niet veel bijzonder. Ik moet mijn kleren nog aan doen. Ik heb mijn make-up. Zo meteen de cocktail. Ik doe mijn haar gewoon los, hoor. Ik weet niet of ik met mijn haar moet. Maar... Night of the proms. Nee, iets langer. Oké? Okay? Yeah. Nee, ik vind die korte het leukst. Ah, ja, weet je wel. Ja, wij zijn vrouwen. Ik moet heel goed. Ja. Vaak keer in aan en uit doen altijd. Wat zie je er mooi uit, mama. Ja, ik vind het echt leuk. Ja. Of kort. Ja, ik denk dat... Dit is wel iets sexier. Ja, nee, ja. Want die anders had geriebeld en je hebt ook best wel een druk jurkje aan, dus ik zou... Oh ja, ja. Ja, en is dat kort ook leuker? Ja, ja, ik vind deze mooi. Ja, want het past wel mooi, maar ik wil die uitlopen. Ja, ja, oké. Okay. Doei. Voor het jasje. This is it. Nou, wauw. Ik heb ook mijn smoky aan. Ja. Luxie heeft lekker gedronken bij Farah en is alweer bij Charissa. Ja.
Dus er is wel bedankt voor de baby quality time. Veel plezier met de kinderen. En kijk, Farah is er ook klaar. Luan en Silla gaan ook lekker spelen met Kelsey en Charissa. Oké, daar is mama. Klaar voor de limousine? Ready voor de limo? Nou, hey, en duifjes, veel plezier met Kelsey, hè? En we zwaaien straks naar jullie in de live-uitzending, hè? Op Fiat YouTube-kanaal. Ja, en de Bellinga TV-app. Yes! Doei! Nou, wij gaan naar de limousines. Tot zo! Dag, Reusje! Speeltuintje. Laat maar eens even zien waar de speeltuin is. Nee. Ja, alles. Goed zo. Luan neemt ons even mee naar de speeltuin en de Silla. Joehoe. Nee, je moet ook kijken, ook mee, ja. Ik weet niet of dat kan. Goed zo. Nee, dat kan niet. En we zijn er, jongens. Kijk daar. Daar staan de limousines klaar. De Viet Awards limousines. En ik zie ook al daar van allerlei mensen. Zo, is een lekker aan het wandelen. Luxie die valt bijna in slaap. Lekker. En Luan en Lucilla die zijn in de speeltuin aan het spelen met Charissa. Kijk. Oh, nog een auto. Nou, schat. Dat is de auto, of tenminste de limousine. Eén, welk woord? Limousine 1, limousine 2 of limousine 3 of 4. Nou, het is in ieder geval warm in de limo. Dus gauw naar binnen. Nou, schat, het is limo nummer 1 geworden. Let's go to the gala. Feed awards. Hallo! Hallo! Spannend! Oh, alles goed? Veel plezier! We dachten net, iemand kent ons daar op die loper. Patrick, waarmee we ook achter de hekken staan. En even shout-out naar jouw dochter, hè? Hoe heet ze? Abigail. Abigail! Goedjes ons, hè? Dankjewel, hè. Dit is zo leuk om jullie achter de schermen te laten zien, hè? Kijk, hier heb je allemaal pers en zo, zeg maar. En allemaal dat mooie gebeuren. De roze loper op dit moment. En dan loop je over de loper heen en dan mag je naar binnen toe. En dan mogen we hier naar binnen toe. Hier! Door dat deurtje heen. Was dat niet een mooie entree? Dat is de backstage ingang. Ja, nou, laten we zien. Wij gaan naar binnen. Lopen we naar binnen. Kijk, gaan we door dit deurtje heen. Kijk. Goedenavond. Hallo. Hier gaan we dan naar binnen. Kijk. Ja. Kijk. Zo ziet het er dus uit. Super om hier te mogen zijn. Ja, mooi zo. Ja, ik ga lekker van genieten. Met Donnie, heb je zin in? Ja, ik sta hier echt met mijn bubbel. Ja, echt voor de stem op te warmen. We zagen je preview net al. Oh. Ze gaat vanavond even succes. Ja, dankjewel. Jullie ook, hè? We gaan een feestje bouwen. Ja, ik hoop wel dat we ook nog wat mee naar huis nemen vanavond. We gaan het zien. Het feestje is sowieso al binnen. Sowieso. Wij zaten hier net even met geschrekte beentjes. Eigenlijk heel lekker. Zo live te gaan. Zo live te gaan. Maar ze vroegen net, ga je mee naar het VIP-deck? Want de deuren gaan open. Geef me trouwens mijn leuke tasje. Een heel mooi rood tasje. Die had je toen we net op het tasje heb ik al heel lang. Oké, mami. Tasje mee. Shine like a star. Kijk, daar is Marijn. Hi. Twee dagen. Ik zat tot de duizend.
Veel plezier! Zakgeld. Ik was drie en kon een zakgeld. Ik investeer in een dubbeltje. Kevin, wil je ook een dubbeltje?
winnaar voor de beste vlogger, de Bellinga's. Zeker. Werd de AD Journalistieke Aanmoedigingsprijs weggegeven. Deze heb ik vorig jaar mogen winnen. En dit jaar gaat het weer gebeuren. Ik heb hier de hoofdredactrice van het AD, Renny Rijkma. Ja, de kinderen moeten op tijd naar bed. Nou, we lopen, we vloggen gewoon mee. Ik heb een lamme arm. Hartelijk gefeliciteerd. Jullie zijn de beste vloggers van Nederland. Ja, ja, de Bellinga's zijn sprakeloos. Ja. We staan nog steeds te trillen. Ja. En we zaten net achter ons jurans een beetje daar backstage. Ja. Dat we iets hadden van... Wauw, is dit echt? Ja. Hoe is het allemaal vast? Ja, heel bijzonder. Het is natuurlijk niet alleen dit, maar er zit zoveel meer achter dan alleen maar een award. Dus, dit is heel bijzonder. Dankbaar. Ja, we zijn sprakeloos. Vooral omdat we natuurlijk nu naar de 20 miljoen kijkers elke maand gaan. Zoveel kinderen met ouders. Elke ochtend dat de belling gaat volgen. Geloof, hoop, positieve familieliefde de wereld in te zenden, zeg maar. Dat dat zo goed wordt ontvangen bij onze lieve kijkers. Want ze zijn ook echt heel erg lief. We willen interactie. Dus, dit voelt echt niet alleen maar voor ons, maar dit voelt ook echt voor onze YouTube-familie, zoals we het altijd noemen. Wat voor de mensen die misschien jullie vlogs nooit gezien hebben, wat doen jullie precies? Ja, wij zijn de Bellinga's van familievloggers.nl. Wij zijn sinds 2013 ons YouTube-kanaal begonnen, op het gebied van coaching. En toen we ons babytje Luan kregen, deden we een vlogje in het zwembad. En we hebben veel meer bekeken, dat we zeiden van nou, laten we het familievloggen vooral als focus gaan doen. Het is echt het positieve familievlogje, iedere dag een liefdevol videootje. Met heel herkenbare dingen van het alledaagse leven. Ik denk dat dat ook een heel groot succes is. Dat iedereen het ook zo erg kent. Alle ouders en ook alle kinderen die precies herkennen van wat wij doen, dat we zelf ook doen. En ook een stukje motivatie en inspiratie de wereld in te brengen. Ja. Dat vind ik heel belangrijk. En dat het zo slaagt, dat is gewoon zo bevestiging op ik heb dat tijd ook nog niet verwacht 4 jaar geleden. Want hoe gaat het dan? Want je begint daar dan mee. En die eerste vlogstapjes, dat is denk ik ook best wel spannend. Dat vond ik heel eng, want we hadden ook een heel oud klompenbootje en daar hadden we na 14 dagen vlog marathon besloten dat we doorgingen. Maar ja, je maakt echt onderdeel van je privé gezinsleven, deel je met de wereld. Maar het mooie is wel... Dat lijkt me spannend. Jullie laten ontzettend veel van jezelf zien. De kinderen, jouw zwangerschap, zag ik langskomen. Ja. Eerst wel het verven van je buik. Ja, dat je dat dan deelt met nou, de halve wereld. Ja, we zijn niet echt bewust van dat we dat moeten delen, zeg maar. Maar het is meer van de mooiheid, de liefdeheid die erin zit, zeg maar. Dat je dat... dat je die liefde mag delen. Daar gaat het meer om, zeg maar. Heel, heel positief, hè? Ja. Ja, het positieve, maar ook vooral het beschermende. En we denken elke dag na van, kunnen we dit onze baby en ook dochter van 3 jaar en zoontje van 5 jaar laten zien. En een hele mooie vertelling. Dat bedoelt hij de bevallingsvlog. We hebben zeg maar een childproof policy voor onszelf. Dus de video's die ik zelf maak, die moeten ook bekeken worden door mijn dochter die 3 jaar is. Met die ogen maak ik de video's. Dus daarmee maak ik de video's echt childproof. En als jouw dochter dan straks 15 is, dan kijken ze straks een ding van 2 jaar geleden. En dan moet ze ook niet denken van, oh, wat zie ik nu allemaal? Ik hoop dat ze dan heel erg trots mag zijn dat we zoiets moois hebben neergezet met ons gezin. Ja, een afstapje voor hun toekomst.
En als je ze nu ook ziet, ze zouden zo de intro, de outro kunnen opnemen van welkom in deze nieuwe vlog. Ik ben nu allemaal van Stella Bellingham. Ja, dat stukje meer zelfverzekerdheid, maar ook dat stukje zelfreflectie. Zelfontplooiing, ja. Ja, als we nu veel filmpjes zien van dat Stella 1 jaar was en net achter haar kinderen aangesloten. En we deden het eigenlijk altijd wel privéfilmpjes maken. Ja. Alleen het verschil is nu dat Farah haar passie, haar breiwerkje, elke avond als de kinderen slapen, gaat zij editen. De uur content die we gedeeltelijk over de hele dag hebben verzameld, ja, gaan we dan filmen. En breiwerk. Ja, hij noemt het breiwerkje, ik noem het mijn kunstwerk. Maar ze geniet dan ook echt. En dan zegt ze tien uur, Daniel, hij staat in de upload hoor. En dan ga ik de tekstschrijving, het zoekwoord, de thumbnail, al die andere dingen doen. Maar we wisselen echt het team op. En waar zijn de kinderen dan nu? Ja, ze hadden er heel graag bij willen zijn. Maar omdat het geluid te hard was voor de kinderoortjes en voor de babyoortjes, was dat niet echt het antwoord. Maar ze zitten voor de tv, ze zijn aan het meekijken. Ja, dus, weten ze het al dan nu? Ja, ze zitten live. Op de Vita-board YouTube-channel. En de app natuurlijk. Ja. En wat is nou jullie zijn bezig sinds 2013? Ja, 2013 is dat kanaal gestart. Wat is het mooiste wat jullie hebben gebracht? Ja, familieliefde. Ik denk vooral elke dag. En dankbaarheid. Ja. Dat je zo dankbaar mag zijn voor die kleine dingen die je meemaakt. Dat je iedere dag bewust mag zijn hoe mooi het leven eigenlijk is. Maar had je misschien ook gehad als je niet had ge-YouTube? Wat voelt het YouTube dan toe? Ik heb een heel mooi voorbeeld van gegeven. Ik was nu 2 dagen op FitCon. Het is een video-evenement. Ja. En daar was ik zonder vrouw en kinderen. En ik miste ze. Maar s'avonds appten ze. Nou, de vlog staat in de upload. Ik ga slapen, neem jij het over? En ik ging dus van het bungalowtje de vlog inplannen. En toen zag ik gewoon beeldjes. Wat zij met de kindjes die dag heeft gedaan. Ik dacht van, dan maak ik het toch nog een beetje mee. Dus ja, het is echt ongeveer. Je wordt bewuster van de mooie dingen die om je heen zijn. Omdat je ze graag op een mooie manier wil vastleggen. Dus dat zorgt ervoor dat het niet voorbij gaat zonder dat je er erg in hebt. En vanavond een klein feestje met kinderen. Zeker. Ja. Dankjewel. Duimpjes omhoog en abonneer op de Bellingraans. Dankjewel hè. Nou, interview is klaar. Nu gewoon naar binnen. Beste YouTube channel. Gaan we weer. Ik sta hier nog even met een musical.ly topper. Hoe heet je? Anniet. Ik denk dat het haken of zo. Musical.ly is wel moeilijker dan YouTube hoor. Nou, hij is wel leuk. Super. Even taggen, hè? Ja, dankjewel. Musical.ly, ik ga gewoon terug naar Farah. Dag lievers. Doei. Nou, hier staan we met de fans. Dankjewel lieve fans. Even een awardbox. Hey Milan, box man. Je hebt gewonnen van mijn broertje. Zeker. Ja, Enzo, sorry. Maar dankjewel. Enzo, kom op, even beter doen hoor. Nee, grapje. Gefeliciteerd, het is je gegund. Super wel. Ja, ik moet nu van dak. Knol en Bellinga power. Hoi hoi. Dag lieverd. Ja, tuurlijk. Hey, Luol en Silla, kijk eens wie die hier naast me staat. Lieve Bibi, hey. Ja, super leuk dat jullie mijn filmpjes kijken. Super veel groetjes aan mij. Doei doei! Doei. Oh, Anna, gefeliciteerd hè! Jij bent de beste online BNN'er en de beste. BNN'er, BNN, dankjewel. Ciao ciao! Helikopter, hey! Gefeliciteerd, hè? We gaan lekker naar huis. De helikopter is man, dus wij gaan terug. Zijn jullie blij? Ja, ik ben super blij. Nou, op naar de helikopter. Dag, Limo! Ja, we doen even snel nog een groepsfoto. Doeg! We doen het met de kindjes. Hallo Ilona, ben ik aan het lopen? Wat sta ik bij de microfoon? Hoi!
Kom eraan. Het busje is er voor. Op naar het busje. Oh, die komt eraan. Oh, hier het busje. Oh, schat, hier met de bus. Dag, lieve mensen. Doei. Wij gaan naar de kindjes. Doei. Mag ik ook een foto? Ja, kom, busje. Dank jullie wel, jullie ook. Dankjewel. Doei. Jij ook een foto? Ja, doei. Kom verder. Hallo. Nou, schat. Daar is ik. Zo zeg. Mooie lampjes. Oh, oh. Knusjes, hè? Ja. In de disco-auto. Met de familie naar thuis. Is er een lichtjes? We gaan nog even naar de papa-mama-wagen. Doeg! Wij zitten weer in de auto, jongens. Met een Vitoort. Hoe vet is dat? Yeah. We willen jullie zo ontzettend bedanken. We hebben het ook al via social media gedaan. Maar jullie zijn echt de beste fans die we maar kunnen wensen. Want het is echt, dit is ook echt voor jullie deze award. En dank jullie wel nogmaals. En dat we nog maar heel lang kunnen doorgaan met onze liefdevolle, gezellige familievlogjes. We zijn sprakeloos. We gaan ervan dromen. We gaan even naar de kinderen toe. Kunnen jullie niet wachten, denk ik. Ja, die slapen denk ik al. Ja. Maar we gaan echt nagenieten. Maar dank jullie wel. We hebben heel erg veel zin nu in onze meet and greet. Met jullie allemaal op de Dutch YouTube Gathering. En heel veel liefde naar jullie terug. Want dankzij jullie is dit tot stand gekomen. Ja. Dankjewel allemaal. We gaan de vlog afsluiten. Vond je het weer een leuke video? Doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren en op het belletje klikken. En we zien jullie morgen weer in een nieuwe vlog. We gaan naar de première van Pieter Konijn. Pieter Konijn, here we go. Met de kinderen. Doeg.